Welkom beste leerlingen bij de les over de opkomst van het confessionalisme. Confessionalisme betekent een ideologie gebaseerd op een religie. Wat belangrijke jaartallen. In 1879 werd de ARP opgericht door deze man Abraham Kuyper en hij noemde zijn partij de Antirevolutionaire Partij. Nou, we hebben vorige keer gezien de liberalen kwamen op. Dat ging gepaard met de verlichting, ging samen met de verlichting en met de Franse Revolutie. De Franse Revolutie had allemaal waarden. De slogan was Liberté, Égalité, Fraternité. Ze hadden ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gepubliceerd. En Abraham Kuyper was zo tegen de waarden van de Franse Revolutie dat hij zijn partij gewoon de Anti-Revolutionaire Partij noemde. Hij is protestants en gereformeerd. In 1908 wordt de CRU opgericht, ook protestants, maar hervormd. Je hoeft deze dingen niet te onthouden hoor. En dan wordt de Rooms-Katholieke Staatspartij in 1926 opgericht. En dat is bijna 47 jaar na de ARP. En hoe dat komt, dat dat zoveel later pas wordt opgericht, komen we straks bij. Zij zijn katholiek, Rooms-Katholieke Staatspartij. En deze drie partijen gingen later in 1980, na 13 jaar overleg, op in het CDA, het Christendemocratisch Appel. En dat is de christenpartij, om het zo maar te zeggen, van tegenwoordig. En sinds de oprichting zijn ze bijna altijd in de regering geweest. En ook daarvoor, de ARP en CRU en de RKSP, deze partijen zaten eigenlijk altijd wel in de regering. Nederland is eigenlijk een land dat geboren is in de strijd tegen Spanje. We hebben daar ons van vrijgemaakt en dat was min of meer ook een protestant versus katholieke strijd. En hier zie je rechts een foto van een schuilkerk. Ja, we waren zo anti-katholiek als land eigenlijk dat ze heel erg onderdrukt werden. Kerken werden verboden, et cetera. En ze hadden dan een schuilkerk. Je ziet die foto, je ziet niet echt dat het een kerk is. Dat was het idee ook. Ze hadden daar stiekem dan kerkbijeenkomsten. En dat komt dat ze niet vertrouwden omdat ze vooral luisterden naar de paus. En dat is een kritiek die je nu ook hoort bijvoorbeeld over de Turken. Je ziet hier een Arjan Lubach. Die heeft de aflevering gedaan over Turkije. En dan wordt wel eens gezegd de lange arm van Ankara of de lange arm van Erdogan. En Erdogan bemoeit zich dan met de Turken in Nederland. En sommige mensen vertrouwen dat dan niet. Ja, dan denken ze, die Turk luisteren ze nou naar Erdogan of zijn ze echt deel van Nederland. En dat is kritiek die zo'n 100 jaar geleden precies hetzelfde hoorde over de katholieken. Luisteren ze nou naar de paus of zijn ze echte Nederlanders? En daardoor werkt de katholieken veel samen met de liberalen. En dat kan je zo uitgebeeld zien. En Abraham Kuyper, die protestant, die dacht... Ja, bij katholieken en protestanten hebben we heel veel overheen. We hebben ook wat dingen waar we voor kunnen strijden. En we moeten het anders doen. En hij maakte de antithese. En de antithese is een ander woord voor tegenstelling. En hij zei eigenlijk, het moet niet verdeeld zijn zoals het nu is. Maar het moet gaan tussen de gelovigen en de niet-gelovigen. En dan kunnen we allerlei dingen gaan voor elkaar krijgen. En hoe deed hij dat? Ja, eigenlijk door te speechen en alles over religie te maken. Dat deed me zelf terugdenken aan de tijd van Bush, naar 9/11. En daar zei hij eigenlijk hetzelfde. Hij zei, je bent met ons of tegen ons. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Ja, en dat deed hij. Gezegd zo gedaan. En de dimensie waar het over ging, werd religieus. En de protestanten en katholieken begonnen samen te werken. En de liberalen en later socialisten, zullen we gaan zien, die stonden aan de andere kant. Wat wilde die Kuyper dan bereiken? Hij wilde algemeen kiesrecht. Wat de vorige keer gezien was census kiesrecht. Weet je nog wat dat inhoudt, census kiesrecht? Heel veel protestanten die verdienen niet zoveel en die konden niet stemmen. Dus hij wilde algemeen kiesrecht. En hij wilde gelijkstelling, bijzonder openbaar onderwijs. En wat houdt dat in? Eigenlijk één simpel ding. Ze wil gewoon saaf voor de religieuze scholen. En heel veel landen hebben
neutraal onderwijs. Die hebben maar één school, dat is de overheidsschool. Nederland is daar heel bijzonder in. Jullie zitten eropheen, wij hebben religieuze scholen, maar ook scholen op andere gronden, zoals nutscholen. En dat wilde hij bereiken. Welke beginselen heeft het confessionalisme? Hele belangrijke naastenliefde komt natuurlijk uit de Bijbel. De vraag van de farizeeërs aan Jezus: wat is nou, als je alle regels moet samenvatten in één regel, wat is nou de belangrijkste regel voor het christendom? En dat is naastenliefde. En wat houdt het in voor de overheid? Dat betekent: de staat moet mensen helpen die dat nodig hebben. Ander is gespreide verantwoordelijkheid. Het maatschappelijk middenveld moet gesteund worden. Daar ga ik straks verder op in. Subsidiariteitsbeginsel. Als een lagere overheid het kan doen, moet die het doen. Kijk ook straks verder naar. Denk terug aan die drie bestuurslagen die in 1848 met de grondwetwijziging van Thorbecke, het Huis van Thorbecke, zijn opgericht. En rentmeesterschap, goed omgaan met Gods schepping. Laten we even kijken naar gespreide verantwoordelijkheid. Je kan eigenlijk de samenleving opdelen in drie niveaus. Je hebt de overheid, je hebt wat ertussen zit, het maatschappelijk middenveld en het individu. Nou, je hebt gezien vorige keer, liberalisme zegt individu moet zoveel mogelijk oplossen. De religieuze zit er eigenlijk een beetje tussenin. Laten we kijken dan naar een voorbeeldje van scholen. Gespreide verantwoordelijkheid. Het curriculum, oftewel wat moet je leren, wat moet je weten. De overheid waakt over de kwaliteit, die zet wel bepaalde lijnen, die hebben ook inspectie, die kijken of scholen het wel goed doen. Maar daarin zegt de overheid: scholen, wij vertrouwen jullie. Jullie moeten gaan kijken hoe bereid je bijvoorbeeld de leerlingen voor op het centraal examen. En dat kan dus verschillen per scholen. En dat is een stukje wat echt past bij gespreide verantwoordelijkheid. Niet alleen de overheid bepaalt alles, maar die geeft ook een stukje verantwoordelijkheid aan dat maatschappelijk middenveld, aan organisaties die zitten tussen de overheid en het individu. Je kan dus denken aan scholen, je kan denken aan sportorganisaties. Niet alleen het ministerie van Volkswelzijn en Sport bepaalt alles, maar die kunnen ook wat doen. Andere dingen als kerken of moskeeën, en die moeten gesteund worden door de overheid. De derde, subsidiariteitsbeginsel, lastig woord. We hebben gezien vorige keer, we hebben drie lagen in Nederland. Het Huis van Thorbecke, een staat, een provincie en een gemeente. En dat beginsel zegt, zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid leggen bij een lage overheid. Als de gemeente kan doen, moet die het doen. Als die het niet kan doen, de provincie. Als die het niet kan doen, moet de staat. Het laatste begrip is rentmeesterschap. Wat betekent rentmeester nou letterlijk? Rentmeester is iemand die past op de eigendommen van een heer. Dus je kan denken aan een kasteel. En als de heer van huis is, dan moeten wij erop passen. Het is niet ons eigendom. Wij passen erop en moeten zorgen dat het in een goede staat blijft voor als de heer terugkomt. En religieuze geloven natuurlijk dat de wereld geschapen is door God. En de wereld is van God. Niet van ons. Wij mogen hier leven, wij mogen heel veel doen met de planeet, maar we moeten wel goed mee omgaan en zorgen dat we het in een goede staat aan de volgende generatie doorgeven. En dat zie je heel vaak terug, dus ook confessionelen hebben hart voor milieu, want wij moeten wel zorgen dat de maatschappij en de omgeving voor de volgende generatie goed wordt doorgegeven. Oké, vier begrippen. Ze zijn vrij lastig. Qua hoe ze worden genoemd, maar ik hoop dat je door mijn voorbeeldjes toch het duidelijk hebt. We gaan ook werken weer met stellingen in de klas waar je moet argumenteren of het confessioneel is of niet. En dan kan je terugdenken aan deze vier beginselen. En dan hebben we deze gehad. Vul de invulkaart verder in. We hebben nu de dimensie voorbij zien komen. Vul de moderne partijen in en lever hem in. Voor het begin van de volgende les. Oké, ik zie jullie in de les.